even iets laten zien van penselen of kwasten, hoe je ze ook noemt. Dit zijn de penselen die wij meestal gebruiken. In eerste instantie meestal de synthetische penselen. Die zijn wat zachter als de varkensharenpenselen, want de synthetische penseel strijkt gewoon wat zachter weg. Dit is een varkensharenpenseel, een ronde penseel. Hiermee zet je toch wat meer structuur in je werk, omdat de haartjes zichtbaar blijven. Als je een streepje zet, dan zie je de haren toch terug in de streek die je hebt gezet. Dat is een voorkeur voor iemand. Als je dat heel erg mooi vindt, moet je dat zeker gaan doen. In een landschap bijvoorbeeld is het ook heel erg mooi. En dit is dan een ronde. Je hebt dan ook nog de gewone wat bredere varkensharenpenselen. En het verschil zit hem dan ook in de vorm nog een beetje. Ik heb hier bijvoorbeeld een schuin penseel, wat je ook heel erg mooi kan gebruiken. Ik zelf vind dit toch wel een beetje een favoriet, omdat het gewoon wat prettig schildert. Maar dat zal voor iedereen persoonlijk een ander verhaal zijn. Daarnaast heb je dan ook de wat grovere penselen. Dit is ook een varkenshaar. Hij zuigt het water op. Uitkijken met hoeveel water je gebruikt, hoe groter jouw penseel is. Soms liefst helemaal geen water gebruiken, dus alleen de verf. En ik zou zeggen, probeer het eens uit. Je hebt natuurlijk van klein tot groot, maar de synthetische penseel werkt heel zachtjes, heel prettig. En de wat grovere is dan de varkensharenpenseel. Je zult op een gegeven moment zelf gaan ervaren waar je jezelf het prettigst bij voelt. Dan hebben we nog de penseel met de martenharen. Die is vaak mooi in gebruik voor aquarel. Deze neemt heel veel vacht op en bij aquarel is dat natuurlijk wel de bedoeling. En zo heb je maten en soorten. En het hoeven in eerste instantie niet de duurste penselen te zijn, maar ik zou zeker in aanschaf niet alleen varkenshaar, maar ook synthetische gebruiken. Dit was mijn tip.